De meeste mensen kiezen ervoor om te gaan trouwen als ze hun relatie officieel willen maken. De trouwdag zelf vergt veel energie en voorbereiding. Maar zou jij wachten tot juist deze speciale dag om wraak te nemen? In dit verhaal zal ik je vertellen hoe Casey wraak nam op haar trouwdag. Tik voor we beginnen even de abonneren-knop aan, zodat je ook onze volgende video's niet mist. Casey en Alex. Casey en Alex waren intussen al 6 jaar bij elkaar. Het waren 6 mooie jaren waarin ze steeds dichter naar elkaar toe groeiden. Casey hield met haar hele hart van Alex en dacht dat dit gevoel wederzijds was. Ze wist vanaf de eerste dag dat Alex de ware voor haar was. Toen Alex haar ten huwelijk vroeg, was haar antwoord dan natuurlijk ook ja. Ze was bereid de rest van haar leven met hem door te brengen. In de jaren dat ze bij elkaar waren, hadden beide families elkaar ook leren kennen. Ze werden al gauw vrienden en keken allemaal uit naar het huwelijk. Casey wist vanaf het begin dat haar bruiloft heel erg mooi zou worden, net als in de sprookjes. Ze vierde het welbekende traditionele vrijgezellenfeest samen met haar vriendinnen in een hotel. Het was een fantastische gebeurtenis. Er was veel champagne, eten en heel veel plezier. Tijdens het feest ontving Casey verschillende berichten op haar telefoon. Ze dacht in eerste instantie dat de appjes van Alex kwamen, dat hij gewoon even contact wilde hebben. Maar ze had het mis. De berichtjes waren niet de afkomstig van Alex. Wie zou het dan zijn geweest? Casey was nieuwsgierig en pakte haar telefoon om de berichten te lezen. Misschien zou ze de naam van de afzender tegenkomen. De berichten waren screenshots afkomstig van een vrouw. Het waren screenshots van berichten tussen de vrouw en Alex. Boven de screenshots zei de vrouw aan Casey dat zij niet met een man als Alex zou trouwen en vroeg ze aan Casey of zij wel met hem zou trouwen. De vrouw stopte niet bij de screenshots, maar stuurde ook selfies van haar en Alex. Het was op de foto's meer dan duidelijk te zien dat Alex met haar vreemd ging. Aan de data zag ze dat Alex al maanden contact had met deze vrouw. Terwijl Casey naar dit alles keek, werd het rommelig in haar hoofd. Ze wist dat dit bewijsmateriaal echt was. Casey kon het niet meer aan en barstte in tranen uit. Haar vriendinnen kwamen geschrokken naar haar toe. En toen ze de berichten zagen, wilden ze Alex dit betaald zetten. Ze wilden dat Casey hem onmiddellijk belde om de bruiloft af te zeggen. Maar Casey dacht er anders over. Ze had verschillende familieleden uitgenodigd. De trip had hen geld gekost en ze kon het niet laten boeten voor de fout van Alex. Als Alex nu zou afzeggen, zou dat een groot geldverlies betekenen. Ook wilde ze dat Alex zich net zo gekwetst zou voelen als haar. Ze wilde echt de wraak op hem nemen. Ze moest iets beters bedenken. Toen ze die avond in bed lag, kon ze niet in slaap vallen. Ze moest beslissen wat ze met haar bruiloft zou doen. Ze dacht aan de relatie tussen haar en Alex. Hij leek de ideale man te zijn voor haar. Ze was altijd trouw geweest. Waarom deed hij haar dit dan aan? De volgende dag vertelde ze haar vriendinnen dat de bruiloft gewoon doorging. Ze waren een beetje verbaasd, maar waren wel bereid om haar te ondersteunen. Ze waren die dag haar bruidsmeisjes en zouden dus zeer zeker aanwezig zijn. Wat ze niet wisten, was wat Casey daadwerkelijk van plan was. Ben je nieuwsgierig naar het plan van Casey? Wat denk je dat ze deed? Laat ons je gok weten in de comments en kijk door om erachter te komen wat er gebeurde. Casey hees zichzelf die dag in haar bruidsjurk, terwijl ze haar tranen probeerde in te houden. De jurk die ze ooit zo mooi had gevonden, was nu slechts een kostuum in haar ogen. Toen Casey het gangpad opliep naar het altaar, had Alex door dat ze niet vrolijk was. Maar hij wist niet wat er met haar aan de hand was. Casey ging naast hem staan en keek hem een laatste keer recht in de ogen. Ze keerde zich toen naar het publiek en haalde de microfoon erbij. Iedereen verwachtte dat ze op dat moment haar gelofte zou oplezen. Maar niets was minder waar. Kun je raden wat Casey toen deed? Ze vertelde de familie rechtuit dat de bruiloft niet doorging. De familie wist niet wat dit te betekenen had en ze keken verbaasd. Casey vertelde hen dat ze zich vergist had in Alex. Hierna legde ze haar bruidsboeket aan de kant. Alex probeerde haar hand nog vast te houden, maar ze haalde haar mobiel erbij. Ze begon alle berichten tussen Alex en de vrouw op te lezen. Toen ze Alex weer aankeek, kon hij haar niks zeggen. Beschaamd verliet hij de kerk, samen met zijn getuigen. De familie was abnormaal stil en iedereen staarde naar Alex toen hij het gangpad afliep. Hoe zou hij zich gevoeld hebben met al die ogen op hem gericht? Toen Alex weg was, vertelde Casey aan de familie dat ze ondanks de situatie blij was dat ze allemaal aanwezig waren. De bruiloft ging niet door. Maar in de plaats daarvan wilden ze samen met de gasten een feest van eerlijkheid, het vinden van de ware liefde en je hart volgen vieren. Ze sneed in haar eentje de huwelijkstaart aan en ze genoot volop van het feest waarvoor er toch al betaald was.
Alhoewel de bruiloft dus niet volgens haar romantische verwachtingen was verlopen, had ze wel de perfecte gelegenheid gekregen om wraak te nemen op Alex. Dit was precies wat hij verdiende en ze berustte zich in de situatie. Wat vond je van dit verhaal? Like de video als je Casey net zo dapper vindt als ons. Had jij het anders aangepakt? Vertel het ons dan in de comments wat jij in deze situatie had gedaan. Abonneer en klik op de bel, dan mis je nooit meer een video van ons.